Arnhem-Muiden is een attractierijker. Het voormalige stadhuis is omgetoverd tot een museum waar bezoekers een beeld kunnen krijgen van de bewogen geschiedenis van het vissersdorp. Officieel wordt het museum pas vrijdag geopend, maar speciaal voor Koninginnedag was het vandaag al even open voor publiek. Als de Nationale en hier en daar ook internationale bekendheid geniet Arnhem-Muiden, alleen al door dit lied. Het werd dan ook de hoogste tijd voor een volwaardig museum over de geschiedenis van het stadje, vonden de initiatiefnemers. Als dit niet was gebeurd, dan was eigenlijk het verleden van Arnhem-Muiden niet meer zichtbaar. Buiten zien we toch al niet zoveel meer. De huizen van toen zijn veelal allemaal afgebroken. Er zijn nog maar een paar dingen die hier nog overgebleven zijn uit die grote tijd van Arnhem-Muiden. Dus het is nu al heel belangrijk dat we nu een museum hebben waar we dit allemaal nog een keer kunnen laten zien. Arnhem-Muiden heeft veel meegemaakt. Van overweldigende rijkdom tot bittere armoede. Grote bloei beleefde het stadje in de 15e en 16e eeuw. Arnhem-Muiden was niet groot, maar wel een stad waar heel veel bedrijvigheid was, waar handel werd gedreven, waar de schepen overal vandaan naartoe kwamen en hier hun lading losten en werden dan op kleinere schepen verder getransporteerd door heel Nederland, maar ook naar heel Europa toe. En daardoor hebben we uiteindelijk bekendheid gekregen, maar ook doordat wij hier een zoutziederij hadden, wat toen natuurlijk een heel belangrijke industrie was. Want alles moest geconserveerd worden en daar hadden we zout voor nodig. Nou, die zoutziederij hadden we in Arnhem-Muiden. Het verval kwam langzaam maar zeker. Middelburg werd een te grote concurrent en ook de natuur werkte niet mee. De natuur heeft ervoor gezorgd dat de haven, de reden van Arnhem-Muiden, uiteindelijk door verzanding dichtslipte. En konden de schepen, die ook toen steeds groter werden, niet meer echt binnenkomen. En dus stap voor stap moesten we steeds een stapje terug. En hebben uiteindelijk de prijs betaald dat uiteindelijk de hele reden van Arnhem-Muiden is helemaal in verval geraakt. De visserij werd de belangrijkste inkomensbron en zou dat nog eeuwen blijven. Aanstaande vrijdag wordt het museum officieel geopend door meester Pieter van Vollenhoven. Dat is niet zomaar, want de verre achterneef van hem, Maurice van Vollenhoven, is er te bewonderen. Maurice van Vollenhoven was ambachtsheer van Kleverskerke. Vanaf volgende week is het museum elke woensdag en zaterdag open voor publiek. Ja, en meer over de bijzondere trouwzaal in het voormalige raadhuis en nu dus Museum van Arnhem-Muiden kunt u straks zien op deze zender in het programma Uit de Tijd. De Zeeuwse politie gaat via de Vlaamse televisie op zoek naar getuigen van de overval. Traditioneel in ieder gemeentehuis in Nederland. Ook hier in Arnhem-Muiden. Maar dit is geen gemeentehuis meer. Het is het voormalige raadhuis van Arnhem-Muiden en het heeft nu een museale bestemming gekregen. En toch hangt het portret van de koningin en prins Klaus nog altijd hier. Maar het hangt daar niet alleen, want er hangen nog veel meer oranje portretten en hele oude en hele bijzondere. Deze ruimte wordt nog steeds gebruikt als trouwzaal en is natuurlijk best wel leuk met zo'n hele entourage van dit soort portretten. Want hier hebben we bij elkaar hangen de moeder des vaderlands en de vader des vaderlands, Willem van Oranje en koningin Wilhelmina, de grootmoeder van onze huidige koningin. Nou, Wilhelmina heeft natuurlijk een hele bijzondere band met Zeeland. En die bijzondere band die komt eigenlijk tot uitdrukking in het feit dat het eerste gebied dat zij betrad na de Tweede Wereldoorlog, dat de provincie Zeeland was. In 1944 werd het zuiden bevrijd en Zeeuws-Vlaanderen hoorde daarbij, na zware strijd, bij Ede, een grensdorpje onder Aardenburg, werd een provisorische grens gemaakt met een meelstreep op de grond en daar is officieel overheen gestapt. Wilhelmina zette weer voet op Nederlandse CQ Zeeuwse bodem. Ze is hier ook heel wat keren op statiebezoek geweest en ze was ontzettend populair. En nou is natuurlijk die oranje gezindheid van de Zeeuwen, die is spreekwoordelijk. Immers, het Zeeuwse volkslied zegt, oranje en Zeeland, dat is de leus. En dat is al eeuwen zo. Zeeland en oranje zijn met elkaar verbonden. En dat blijkt hier ook uit de portretten in deze raadzaal. Want naast de moeder des vaderlands dus, de vader des vaderlands. En dat is Willem van Oranje, de stamvader van het Huis van Oranje. En dit is echt een heel bijzonder portret. Het is een goed portret. Het is mooi geschilderd. Het is wat dat betreft kwalitatief heel goed. Maar het is ook van een hele goede en beroemde schilder.
Die schilder was Daniël van de Kweeboren. En dat is iemand die eind 16e eeuw als portretist heel beroemd geweest is. Het gemeentebestuur van Arnhem-Muiden heeft zo in 1589, 1590 opdracht gegeven aan van de Kweeboren om een portret van de vader des vaderlands te maken. Nou, die was toen al overleden, maar zij wilde heel graag in het stadhuis, want er heeft het altijd gehangen, een portret van prins Willem hebben. En waarom? Nou, dat staat er ook op. Hier op het schilderij is een document afgebeeld. Wat is dat nou voor document? Dat is het stadsrecht van Arnhem-Muiden, want Arnhem-Muiden is stad. Het is in 1574 stad geworden, dankzij Willem van Oranje. Willem van Oranje heeft dus de stadsrechten verleend. En waarom deed hij dat? Omdat Arnhem-Muiden de zijde van de prins had gekozen, de zijde van de opstand tegen Spanje. En Middelburg niet. En Middelburg en Arnhem-Muiden, altijd grote rivaliteit. Arnhem-Muiden was een voorhaven van die grote stad Middelburg. Middelburg kon Arnhem-Muiden niet langer onderdrukken. Het werd een zelfstandige stad dankzij Willem. Nou, en dat heeft het gemeentebestuur in dit portret tot uitdrukking willen brengen. En het leuke is dus, eeuwenlang in het raadhuis in Arnhem-Muiden heeft het hier gehangen. En het hangt er nog steeds. En nou is het leuke dat in dezezelfde ruimte van dezelfde schilder een portret hangt van de zoon van Willem van Oranje. Wederom geschilderd door Van den Kweeboren, wederom in opdracht van het gemeentebestuur van Arnhem-Muiden en wederom een lid van de Oranje-familie. Maar nu is het dus prins Maurits. Prins Maurits trad letterlijk in de voetsporen van zijn vader. Hij werd ook stadhouder van de opstandige gewesten tegen Spanje, want we zijn in oorlog met Spanje, hè, de bekende 80-jarige oorlog. Hij was bovendien militair, en niet zomaar een militair, nee, werkelijk van uitzonderlijke kwaliteit. Dat hij militair was, kun je natuurlijk op dit schilderij goed zien. Je ziet zijn ridderhelm daarachter, je ziet zijn werkelijk schitterend, rijk versierd borstharnas, en hij heeft ook een bevelvoerderstaf in de handen en een degen. Een houdegen, dat was het ook, en een legerhervormer. Want hij heeft van het leger van de Republiek een goed samengesmeden, krachtige eenheid gemaakt die in staat was om de strijd tegen Spanje aan te gaan. Want we kennen natuurlijk allemaal 1600 slag bij Nieuwpoort. Nou, dat was de veldslag die hij, 10 jaar nadat dit schilderij geschilderd was, zou voeren. Maar hij heeft veel meer veldslagen gevoerd en hij heeft er ook heel veel gewonnen. Hij was een heel groot strateeg. Het bijzondere van dit schilderij is natuurlijk dat hij af is gebeeld als jongeman. Hij was een jaar of 27 toen hij geschilderd is. En we kennen een portret van hem als jongeman. Hele jongeman, als kind eigenlijk. En dan dit als jongvolwassene, zal ik maar zeggen. En meestal is Maurits juist als oudere man afgebeeld. Als middelbare heer, een beetje bedaagd. En dat is ook hier in Arnhem-Muiden het geval. Hier hangt een 17e eeuws portret van de prins. En daar heeft hij zo'n baardje. Beetje in elkaar, wat ouder al, en zo is die inderdaad heel vaak afgebeeld, ook op prenten uit die tijd. De oudste generaties van het Oranjehuis zijn hier goed vertegenwoordigd, want even verderop aan dezelfde wand hangt een portret van de broer van Maurits, namelijk prins Frederik Hendrik, bijgenaamd de Stedendwinger, dus ook al een bekende stratege, een bekende militair weer. En in Zeeland natuurlijk vooral bekend vanwege belegering en inname van de stad Hulst, maar landelijk heel bekend geworden met het turfschip van Breda. Via een krijgslist wist hij de stad Breda op de Spanje te veroveren. Als je de portretten vergelijkt, dan valt er meteen wat op. Maurits is heel eenvoudig gekleed. Een echte, eenvoudige, strenge militair. Maar Frederik Hendrik is heel rijk gekleed, heel rijk versierd. En het klopt ook, hij voerde een vorstelijke staat. Hij wilde eigenlijk gaan behoren tot de grotere Europese vorsten. En hij wist ook zijn zoon uit te huwelijken aan een Engelse prinses. Prins Willem II trouwde met Mary Stuart. En zo werd het Oranjehuis familie van het Engelse vorstenhuis. Ja, en er is nog iets leuks hier. Ook weer te maken hebbend met het Oranjehuis uiteraard. En zelfs ook weer een portretje van een Oranjevorst. Maar het is een doosje. Het is een heel bijzonder doosje en het is nog maar sinds kort in het bezit van het museum. Het is een zogenaamd snuifdoosje. Je kunt het openmaken. Ik zal dat heel voorzichtig doen, want we praten hier over een heel kostbaar stuk. Daar zat snuiftabak in. Dat kon je eruit halen en dan snoof je daar even van. Typische 18e eeuwse gewoonte, want het doosje is ook uit de 18e eeuw en wordt gesierd met een portret
van prins Willem de Vijfde. Dus dat is een stuk later in de tijd, of dichter bij onze tijd, dan die 17e eeuwse portretten. Volgens de overlevering zou dit specifieke doosje geschonken zijn door Johan Adriaan van de Perre uit Middelburg, vertegenwoordiger van de prins, aan prins Willem zelf bij zijn bezoek in 1785. En het zou zo rond 1780 vervaardigd zijn in Vlissingen. Het is echt een heel bijzonder kleinood en we hebben het dan ook even uit de kluis mogen halen om het hier te tonen. Want dit soort rijk versierde snuifdozen zie je niet vaak. Snuiven, snuiftabak gebruiken was een populaire bezigheid in de 18e eeuw, maar zo mooi zie je ze echt zelden. Behalve deze prachtige oranje portretten is er in dit voormalige gemeentehuis nog heel wat meer te vinden. Want het gebouw is in gebruik als museum. En de museumcollectie hier is gewijd aan de geschiedenis van Arnhem-Muiden. Een heel leuk museum dat absoluut een bezoekje waard is.